Ik had net met mijn buurman erover. We hebben het bijzonder vaak over pootjes. Goedemorgen, welkom in Pand Zuidwest. Ik ben Loes. En dit is mijn bedrijf Scandinavian Vintage. Ik begin hier iedere morgen, denk rond een uurtje of 9. Het eerste wat ik dan doe, is mijn collega's even begroeten en een kopje koffie drinken. En dat kan voorlopig langer dan verwacht. Het tijdelijke verblijf van de ondernemers van Pand Zuidwest in winkelcentrum Leiweg is namelijk verlengd. Ja, echt te gek. Ik ben er super blij mee. Omdat er na de sluiting van de V&D nog geen nieuwe bestemming voor het pand was, mochten creatieve ondernemers er sinds februari gratis aan de slag. En dat heeft meer betekend dan alleen een werkplek. Wat ik zie, zeg maar, de ontwikkelingen, want dat hebben ze voorheen, ze werkten vooral voornamelijk, volgens mij iedereen, vanuit huis. De ontwikkeling die ze hier hebben meegemaakt, dat wordt ook vaak genoemd, die zou ik niet hebben gedaan als ik thuis had gezeten. Wat het voor mij betekent, is een kans om meer zichtbaarheid te krijgen. Het is zo dat ik een webshop heb, online. Ik ben ook een community aan het opbouwen. Dus community, gemeenschap is voor mij heel belangrijk. Maar ook zeker een plek waar we samen kunnen komen, kunnen ontmoeten, is ook erg belangrijk voor mij. Ik had net met mijn buurman erover, we hebben het bijzonder vaak over pootjes. we werken allebei meubelstukken en we helpen elkaar. Daarnaast zit er hier ook nog een professionele stoffeerder in het pand. Haar heb ik vanmorgen gesproken over wat websites internationaal waar je via makkelijk kan verkopen. Die ik dan weer ken, die zij nog niet kende. Dus zo krijg je wat goede kruisbestuivingen. Nu de ondernemers in ieder geval tot en met augustus in Pand Zuidwest mogen blijven, willen ze een koopavond organiseren. Het is van 6 tot 9. We zijn er open voor publiek, voor iedereen. En de bedoeling is dat het gewoon een soort winkel die open staat. Kom binnen, kijk, koop ook graag en er wordt een modeshow gegeven. De verwachting is dat supermarkt Jumbo na de zomer het pand betrekt. Al hopen de ondernemers dat dat nog even uitgesteld wordt. Ik duim dat we nog langer mogen blijven zitten. En ik hoop dat we met een aantal ondernemers uiteindelijk gewoon door kunnen gaan en dan zelf iets kunnen gaan huren.